Over Flevoland gesproken met Jeroen van der Laan. Goeiedag. Het feest rond 40 jaar Almere is weer voorbij. De stad is 2017 ingegaan met meer dan 200.000 inwoners, zo'n 150 nationaliteiten en een burgemeester die zich opwerpt als bruggenbouwer. Dat is misschien wel nodig ook in tijden die bol staan van tegenstellingen. Burgemeester Frank Weerwind, van harte welkom. Dank u wel. Bruggenbouwer zeg ik, want woorden als verharding en polarisatie vallen vaak tegenwoordig. Zeker als mensen denken aan de verkiezingsstrijd die eraan zit te komen. U zei afgelopen week bij BNR, ik zie op dit moment geen spanningen in de Almeerse samenleving. En dat zei u nogal stellig op de radio. Verbaast u dat zelf eigenlijk? Nee, er spelen spanningen in bijvoorbeeld een gemeente als Gouda, daar werd ik mee vergeleken. Mm-hmm. Waarop ik rustig kon stellen van kijk eens hoe mooi en jong deze stad is en hoe mensen met elkaar samenleven. Maar u had het in uw nieuwjaarsspeech wel over de gemêleerde samenstelling van Almere, zal ik maar zeggen. Hè? 146 nationaliteiten, u weet het altijd heel precies te zeggen in interviews. U zei ook heel nadrukkelijk, samen zijn wij Almere. In een ander interview presenteerde u zich weer als bruggebouwer. Is daar ook echt behoefte aan in deze tijd? Ik denk uit hoofde van mijn functie, daar waar er tegenstellingen zijn, zal ik altijd trachten die dialoog op gang te brengen en te laten weten dat er naar mensen, inwoners, bedrijven, geluisterd wordt. En dat er serieus met hun opmerkingen ook iets gedaan wordt. Maar dat we ook het overheid zijn die voor het algemeen belang behoort te staan. Maar tegenstellingen ziet u helemaal niet. Want je zou natuurlijk kunnen zeggen, alleen als je kijkt naar zeg maar het politieke krachtenveld, hè, middenpartijen die hun aanhang verliezen, partijen zoals PVV, 50+, DENK, die aandacht of aanhang erbij krijgen. Je zou kunnen zeggen, ja, of de burger nou boos is of niet, daar kun je misschien over twisten, maar ontevreden is hij toch in veel gevallen wel. Nou, ik denk dat het goed is dat die partijen er zijn en dat die partijen ook het debat op gang houden. En dat die partijen ook weer spiegelen wat er in de samenleving ook leeft. Ja. En dat er ook andere partijen die zijn die een ander geluid kunnen laten horen. Mijn raad bestaat uit 11 verschillende politieke partijen. En het gaat om de kwaliteit van het debat voor de stad. Als je maar voor de stad je inzet. En het liefst ook met feiten. Maar goed, de vraag is natuurlijk, wanneer gaat het debat uit de hand lopen? Er is een burgemeester voor of een raadsvoorzitter. Ja, maar het kan ook in de stad natuurlijk zijn dat de tegenstellingen toch groter worden. En dat is nou het mooie van de Almeerse samenleving. U zei het net terecht, 186 verschillende entiteiten die samenleven, die samenwonen. Ik vergelijk altijd de Evenaar, waar je al die verschillende religies ziet. Ja. Ik heb in december het Chanukka-feest gevierd. Ja. Ik heb in de loop van het jaar ook een moskee mogen openen. Hoe bedoel je tegenstellingen? Het leeft naast elkaar, het leeft met elkaar. Nou, hoe bedoel je tegenstellingen? Ik weet nog, toen u die moskee had geopend, daar waren de raadsvragen weer, hoe de burgemeester toch in zijn hoofd haalde. Dat mag. Als ik maar een moskee open met de universele waarden waar wij voor staan in West-Europa, en op grond daarvan, zo ga ik naar de moskee toe. En zo sta ik mijn verhaal ook te vertellen in de moskee. Maar mensen zijn soms wel heel erg boos. Hè? Staat u daar wel eens, schrikt u daar wel eens van? Nee, omdat ik eet nog steeds bij de inwoners thuis. Eén keer in de 2-3 weken ga ik naar Almere toe. En dan luister ik naar hen. Dan ga ik het gesprek ook met hen. Maar goed, mensen die heel boos zijn, zullen u misschien ook niet uitnodigen. Ja, dat doet juist wel. Ja? Want die mensen willen vertellen het verhaal dat ze zich zorgen maken over zorgverzekeringen die omhoog gaan, over het welzijn, over de toekomst en de opleiding van hun kinderen. En die willen hun verhaal kwijt. En dat verhaal, daar moeten wij politieke bestuurders ook serieus naar luisteren en een plek geven en een antwoord geven. Want wat krijgt u dan heel concreet voorgelegd in zo'n gesprek? Met name de toekomst van kinderen, van hoe moet het? Hoe moet het? Blijft het mbo 1 en 2 onderwijs? En wat betekent de digitalisering voor ons? En de globalisering? En wat betekent dat voor een stad als Almere? En dan hebben mijn kinderen ook een toekomst, de kans op werk en werkgelegenheid. Ja. Hoe gaat dat eruit zien? Daar spreekt men over. Bedoelt u dat de zorgen van mensen vaak ook veel praktischer zijn dan of er misschien een moskee bij komt of ergens een boom wordt gekapt? Ja, een moskee zie je. Ja. Ja, die komt op je af. Mm-hmm. Maar als je je straat ziet veranderen, je wijk ziet veranderen, ja, dan vraag je je af, wat gebeurt er? Wil ik dit wel? En is er nog plek voor mijn eigen identiteit? Ja. Nou, dat gesprek aangaan met elkaar. Ja, dat zijn heel veel vragen die u inderdaad opwerpt. U zei ook in uw nieuwjaarstoespraak, we moeten begrip tonen voor emotie en angst. Maar u zei daar meteen bij, we moeten daar niet bij stil blijven staan. Hè, terug naar het verleden is niet realistisch, zei u volgens mij ook. U bent niet iemand die terugverlangt naar het touwtje uit de brievenbus, zal ik maar even zeggen, dat beeld. Nou ja, daar moest ik aan denken. Wel de symboliek van het touwtje uit de brievenbus. Het vertrouwen in elkaar hebben. Het respectvol met elkaar omgaan. Ja, dat zijn waarden. Laten we die alsjeblieft doorgeven aan volgende generaties. Maar tegelijkertijd proef ik in die woorden ook dat u zegt, ja, je moet niet in een soort nostalgisch gevoel blijven hangen. Van vroeger is alles beter. Ja. Ja, en terug naar een gulden tijdperk. Kijk, die euro heeft het voor ons mogelijk gemaakt als open economie. En zeker als ik kijk naar een stad als Almere, wat zo geweldig ligt qua logistieke functie die we eigenlijk hebben richting Zwolle, richting Amsterdam, richting Utrecht.
Ja, dan vormen wij een hele belangrijke plek. Zeker met zo'n airport Lelystad die komt. Dat je tussen die twee luchthavens in ligt. En dat biedt kansen voor ons qua ruimtelijk economische ontwikkeling naar de toekomst toe. Ja. Ja, we constateren eigenlijk ook dat Almere steeds meer zijn heil zoekt in de metropoolregio Amsterdam. Hè, rondom Amsterdam. Aantrekkingskracht van die kant is groot, lijkt het wel. Zie ik dat juist? Nou, ik deel uw observatie niet geheel. Ik ben onlangs, afgelopen zondag, ben ik met de collega Mark Pol, de wethouder Economische Zaken, bewust naar Zwolle gegaan om juist met de regio Zwolle eens af te stemmen. Wat gebeurt er daar? Wat doen jullie bijvoorbeeld op het gebied van gezondheid? Mm. Ik heb mensen meegenomen van de metropoolregio Amsterdam, maar ook van de board, de Economic Board van Almere. En wij zijn eens gaan luisteren met elkaar, want we liggen zo dicht bij elkaar. En we hebben nooit de agenda's op elkaar gelegd en gekeken waar we elkaar kunnen versterken. Hetzelfde geldt voor Utrecht. Dus eigenlijk goed om je wat breder te oriënteren. Ik oriënteer me altijd erg breed. Ja. Om te kijken wat zijn de win-win voor de regio Flevoland, voor de provincie Flevoland, voor de stad Almere. Ik wil het met u ook over de Floriade hebben, de Wereldtuinbouwtentoonstelling van 2022. We hadden het net over boosheid. Mensen roepen in dit verband wel, ja, miljoenen worden dan verkwist voor een prestigeproject van bestuurders. En u zei in uw nieuwjaarstoespraak, ja, ik wil me toch verzetten tegen dat beeld dat er van alles fout gaat. Hè? Maar er gaat toch veel fout? Er zijn vormfouten gemaakt, een tweetal, als ik kijk naar 2016... Het is een zeer complex proces waar ongelooflijk veel bedrijven, actoren, universiteiten, hogescholen bij betrokken zijn. Kijk, die Floriade. Maar zegt u dan, fouten moeten we dan op de koop toenemen? Nee, dat zeg ik niet. Van fouten moet je leren en je moet een goede organisatie neerzetten. Een goede wereldtuinbouwtentoonstelling. Maar je bouwt ook een nieuwe groene wijk aan de stad. En je doet dat in het centrum van een stad. Ja. Ongekend. En je maakt het centrum, tegelijkertijd geef je het meer een kwaliteitsimpuls. Het betekent ook nieuwe banen. De hele infrastructuur op de A6 heeft daar ook zijdelings mee te maken. De verbeterslagen die we maken, dat we beter bereikbaar zijn en dat het werk blijft in onze stad. Maar je krijgt daar meteen dan weer de kritiek over, ja, er worden nu bomen gekapt. Hè? Er staan altijd mensen kritisch langs de zijlijn bij dit soort projecten. Kun je eigenlijk dat chagrijn helemaal wegnemen? Je zal, enkele zullen chagrijnig blijven omdat ze eerst zien de kaalslag, de lelijkheid. En daarna kan je pas gaan opbouwen. En als we gaan opbouwen en we laten zien kwaliteit van wonen, duurzaam wonen, naar de toekomst toe. Een centrum wat je verder ontwikkelt en het meer kracht geeft. En je laat tegelijkertijd zien, mag ik iets uitweiden? Mm. Op dit moment woont 60% van de bevolking in stedelijke omgeving. Dat gaat 80% worden in de komende 8 tot 10 jaar. Er komen vraagstukken op ons af. Hoe gaan we om met energie? Hoe gaan we om met water? Milieuvraagstukken. En dan is het zo mooi dat die wereldtuinbouwtentoonstelling niet alleen een show is van plantjes en bloemetjes, maar dat we juist dit soort grote vraagstukken van de toekomst laten we zien hoe innovatief wij Nederlanders zijn. Want het is niet alleen iets van Almere of van Flevoland, maar het is iets van Nederland. En dat laten we internationaal zien. Maar het is voor veel mensen zo abstract. Het klinkt abstract, maar als ik u vertel dat studenten van het mbo, hbo, ook universitair, juist daar op dat Floriade terrein in de Flevo campus de gelegenheid krijgen om samen met bedrijven, onderwijs, wetenschap, na te denken over dit soort vraagstukken. Dat is concreet. Daarmee geef je iets door aan volgende generaties in de toekomst en zet je Almere Flevoland goed neer. Ja, u hebt zich echt voorgenomen om het beeld van de Floriade beter te verkopen. Hè? Kunt u dat niet helemaal toevertrouwen aan de verantwoordelijke wethouder Hennema? Verkopen is het zeker niet. Nou ja. Het is collegiaal besturen. En vanuit collegiaal besturen vind ik dat wij het heel helder moeten uitleggen. Dat zijn we verplicht aan mijn raad, aan mijn samenleving, aan mijn bedrijven. Meneer Weerwind, ik dank u wel. En kijk ook nog naar de Facebookpagina van Omroep Flevoland. Want daar gaat burgemeester Weerwind nog in op vragen van Facebookvrienden van Omroep Flevoland. Tot volgend weekend.